voor Geert Emmerecht, de T2 van Anderlecht, wordt de bekerfinale van volgende week een stukje nostalgie. Emmerecht speelde namelijk zelf ooit de finale van de Belgische Cup. Dat was in de kleuren van Antwerp FC tegen het toen ijzersterke KV Mechelen. Wel, ik heb de bekerfinale in 92 gespeeld en ik herinner mij dat we die gewonnen hebben. Eerst en vooral. Lange wedstrijd, warme dag. We speelden toen tegen KV Mechelen. Ik zou zeggen in die periode nog het goede KV Mechelen. Met onder andere Predom in doel. En verder was er Kleisters, Bruno Versavel, Mark Emmers, Eikelkamp. Was dat echt een goede ploeg. En wij speelden daar met Svilaar bijvoorbeeld, met Leenhof, bekende mensen, Broekaert, die jongens allemaal. En ik moet zeggen, we hebben een lange wedstrijd, zoals ik al zei, we hebben verlenging moeten spelen. En we hebben tenslotte nog moeten winnen via penalties. Iedereen heeft moeten trappen, dus er waren 22 penalties. In die eerste vijf miste elke ploeg twee penalties. En is dan doorgegaan tot 11 penalties, waardoor Svilaar nog de laatste heeft moeten trappen. Trapte die ook binnen en Kleisters miste dan de beslissende, zodat we de beker konden omhoog steken. Het belang van die beker was toen enorm, omdat ja, die beker die leefde nog. Dat was echt, en dan twee ploegen tegenover elkaar die ook Europees elk jaar bijna speelden. En nu, ik zou zeggen dat die beker misschien minder belangrijk is, maar ik zou zeggen de voorrondes eigenlijk. Dat wordt niet meer zo beleefd zoals vroeger. En wie weet zijn het straks de jonkies van Anderlecht die de beker omhoog houden. Onze T2 heeft alvast een gouden tip voor zijn spelersgroep. De raad dat ik kan meegeven aan de spelers is vooral van het moment te genieten. Van op veld te komen, maar dat vragen we altijd met volle overgave te spelen. Met in het achterhoofd van het is één wedstrijd die beslist of je een prijs wint, ja of nee. Naartoe leven als coach is misschien ja, anders, omdat je als speler niet te veel moet aantrekken van hoe wordt de wedstrijd voorbereid tot in de puntjes. En dat is meer op de achtergrond werken als coach. Dus daar ligt een beetje het verschil. Maar ik denk dat de ontlading, als we hem zouden winnen, even groot zal zijn als speler als trainer. Ik verwacht een wedstrijd met twee goede ploegen, een van de twee beste van België. In een groot stadion met veel volk, met veel beleving. Dus het zal op scherp van de snee zijn dat de wedstrijd wordt gespeeld. En hopelijk kunnen wij ons niveau halen van de laatste weken. En dan hoop ik toch van die week er mee naar hier te brengen.